Meneer Moorlach, GroenLinks stapt uit gedeputeerde staten. Uw eerste reactie? Ja, jammer. We betreuren dat. Collega Van der Ploeg heeft dat vanmiddag meegedeeld. Heeft geen ruimte van zijn fractie om het beleid van het college verder uit te voeren. Respecteren uiteraard die beslissing. Dan houdt het op, hè? Ja, dan houdt het op. 2 jaar geleden startte hier een Paasplus coalitie. Is bijna 2 jaar geleden is dat. En het hele college vindt dit ook wel een kras op ons als college, dat we niet gemeenschappelijk de eindstreep halen. Ja, u wilde eigenlijk zo snel mogelijk duidelijkheid ook. Nou, het moest wel duidelijkheid komen. In de afgelopen dagen waren er allerlei perspublicaties waaruit onduidelijkheid was wat nu de lijn van het college zou zijn. We moeten als college met één mond spreken. Nou, de tegenstellingen waren onoverbrugbaar op dit punt en collega Van der Ploeg heeft daar consequenties uit getrokken. Hoe nu verder? Daar is het nog te vroeg voor om antwoord te geven op die vraag. Ik denk dat de verschillende fracties zich nu moeten gaan beraden. En we moeten kijken of we tot een college kunnen komen wat op een meerderheid in Provinciale Staten kan rekenen. Ja, valt aan de andere kant ook wel te prijzen, hè? Iemand die zich aan zijn principes houdt. Ja, absoluut. Dat hebben alle collega's ook duidelijk gemaakt nadat Wiebe van der Ploeg zijn mededeling had gedaan. We respecteren een principiële stellingname van zijn kant. Ook al betekent dat dat de partij zich terugtrekt uit gedeputeerde staten. Ja, terugtrekken uit de gedeputeerde staten is onvermijdelijk geen ruimte gekregen en ook niet gewild om de tegenstelling die er lag, om die te kunnen overbruggen. En in de politiek moet je soms tot die vaststelling komen en een duidelijk en heldere keus die valt te prijzen en te respecteren.